Mijn eerste contact met de muziek gaat eigenlijk terug naar de wil van moeder dat wij dus vrij vroeg pianolessen moesten volgen. En ik herinner me nog zeer goed de eerste contacten met de juffrouw die dat op zich nam. Wij waren toen met vier. En er werd natuurlijk een rol verdeeld aan elk van de vier, beginnen met oudste en zo naar de jongste toe. En dat heeft me toch altijd, dat is me bijgebleven, omdat eerst en vooral de piano een instrument was wat ik al kende, maar niet voldoende, maar zachtjes aan, dus met zelf te moeten spelen, kwamen de mogelijkheden naar voren, hè, wat met het instrument eigenlijk kon gebeuren. We hebben dat met vallen en opstaan gevolgd, enkele jaren. De volgorde is wel gewijzigd, zijn er een paar die afgehaakt hebben, maar mijn broer die de oudste was en telkens voorging, en ik, we hebben dat langs volgehouden. Dat mondde op het einde, maar dan zat wel een flink eind in die maniura, mondde dat uit dus naar een paar heel halfgelukte quatermains, waar wij dus apen trots op waren, maar die achteraf waarschijnlijk, als we dat moeten terug kunnen beluisteren, zouden zijn tegengevallen. Maar in elk geval, de goesting was wel gewekt en is gebleven. En ik geloof ook, mijn broer en ik, we zijn daar, ons moeder blijven dankbaar voor, dat we dus vandaar ook de smaak voor de muziek hebben opgevat. In humaniora zelf herinner ik me nog dat men stemmen kwam hamsteren. Wij moesten eventjes de studiezaal uit en dan proefzingen. En we werden natuurlijk allebei ingelijfd in dat fameuze knapenkoor, waar zoveel mensen een eerste, ik zou zeggen, goesting te pakken kregen voor de muziek. Aanvankelijk was dat een eer, Alf, toch, ja, van er te mogen bij horen. Maar de zangsessies en de studiesessies, dat vonden wij toch wel een beetje zwaar op dat ogenblik. Als 12, 13-jarige en dan die repetities die erop volgden, dat viel vrij zwaar. Dat werd dan wel bekroond met een paar uitvoeringen. En dan waren we natuurlijk wel zeer tevreden dat dat kon. Gaf ook meteen de kans om die klassieke namen op te vatten. Wij hoorden voor het eerst keer Bach vernoemen, Händel, Vivaldi. En wij hadden toch een klein besef wat zo'n partituur eigenlijk was. Hè. Hoe dat dan mogelijk was dat zo'n viertal verschillende stemmen toch tot een eenheid kwamen. En aan veel studie dat kon beluisterd worden. Hè. En dan, ik herinner me nog de eerste keer als ik zo'n partituur in handen kreeg, dat was eigenlijk een rebus die verticaal werd gevolgd en dat kwam allemaal goed uit. En dat zijn dingen die mij begonnen te intrigeren. Thuisgekomen toen en ondertussen iets ouder met die pianolessen, begonnen wij ook die dingen kleinschalig wellicht, maar toch eenvoudig te ontleden. Wat is zo'n partituur? Wat zit er eigenlijk allemaal in? Hoe leest men dat? Hoe klinkt dat dan? Wat me ook is bijgebleven, wat men dan voor jonge mensen eigenlijk een beetje de verrassende term van de touché noemde. Een touché, wij vroegen ons af wat is dat eigenlijk. En die juffrouw van dienst toen, die stond er nogal op. Achteraf heb ik goed begrepen, als ik dan echt muziek ging beluisteren, op plaat, maar ook in concerten, wat een touché eigenlijk is. Hoe mensen een instrument aanraken. En dat is iets wat mij heel mijn leven al bijgebleven is, hoe eenzelfde partituur door verschillende mensen anders overkomt. En wat men doet met de aanslag of met de touché van het klavier, wat dat geeft.
zachtjes aan kwam er ook in die periode de moment dat wij de Matthäuspassie gingen gaan beluisteren. En wij trokken met de fiets naar Hulst toe, om daar in die schitterende ruimte een Matthäuspassie te mogen meezingen. En dat was een ervaring, dat knapenkoor dat daarin opgenomen wordt, en zo een geweldige uitvoering. Maar dan ook later, als we uit dat knapenkoor weg waren, zijn we er blijven naartoe trekken. En ik herinner me zeer goed die schitterende uitvoeringen. En ik onthoud dan nog altijd de stem van Aafje Heinis. En dat was toen een Nederlandse alt, die op vele van onze leeftijd ook en vele mensen die daar aanwezig waren een grote indruk nalieten. Dat was voor mij een geweldige ervaring, die Matthäuspassie. Dat samenspel van zang, van orkesten, van allerlei instrumenten. En we zijn dat zeer lang, mijn broer en ik zeker, maar ook later als ik dan gehuwd was met Betty, we zijn dat zeer lang blijven volgen. In Hulst, maar ook in Aardenburg, ook in Gent. En als student in Gent, dat begon mij toch te intrigeren, dan waren er zeer dikwijls repetities, onder andere in Sint-Baafskathedraal. En wij konden dan wel een keer brossen en dan binnensluipen in zo'n repetitie. En dan was dat een geweldige ervaring natuurlijk. Hè. Als je ziet hoe die mensen dat instuderen, onvergetelijk voor mij. Op dat ogenblik waren mijn broer en ik al een klein beetje ouder, wat verder gevorderd. Dan begonnen wij ook platen te beluisteren. En dat ging dan ook over piano natuurlijk. En voorwits we zelf een klein beetje speelden, konden wij eigenlijk inschatten hoeveel en hoe ver we nog ervan af waren om er iets van te maken. Hoe moeilijk dat eigenlijk allemaal was en zo'n partituur lezen en dat omzetten. Maar dat bleef ons toch intrigeren. En ik herinner me nog later dan, als ik zelf nog wat dieper erop inging, een sonate van Mozart. Hoe zit dat in elkaar? Hoe is dat gestructureerd? Wat doen die mensen ermee? Een motief dat terugkeert. En dat is natuurlijk iets wat ook verband houdt met het grafische werk. Hè. Hoe vat men dat aan? Hè? Met wat begint men eigenlijk? Het opbouwen van een structuur, de volgorde. Is mij dan ook zeer blijven opvallen. Maar ook in de grafische kunst, ook in de schilderkunst. Het variëren op hetzelfde thema. Daar heb ik Beethoven ontdekt, hoe die man toch variaties maakt op een eenvoudig thema. Waar al die mensen die kleur vandaan? Dat chromatisme, een term die mij ook totaal onbekend was toen. Maar hoe gaan die mensen om met de klankkleur? Hè? Dat was voor mij een ervaring onvoorstelbaar. Hè? Hoe men met een eenvoudig klein thema een uur kan variëren en de luisteraar geboeid aan het luisteren houden. Is mij ook waarschijnlijk bijgebleven in hetgeen ik dan later zag ook op tentoonstellingen. Hoe schilders, tekenaars variëren op hetzelfde thema. Een stil leven. Maar ze stil leven, hoe interpreteert men dat? Wat zegt dat? Welke materiaal gebruikt men? Als ik zie wat bijvoorbeeld een Beethoven of een Mozart met een piano of Bach, ik denk aan de Holberg-variaties van Bach nu, hoe die man daar toe in staat is van zoveel keren datzelfde belangrijke, maar zeer eenvoudige kleine thema herhaalt en dan start, eenvoudig, en dan ook land, zal ik maar zeggen, met datzelfde thema. Wat is er gebeurd intussen? Dat is mij blijven boeien. Later is er bijgekomen, ik herinner me toen, als wij toch al de 20 in waren gestapt, heb ik Benjamin Britten leren kennen. Ik herinner me nog het Waarrequiem in Antwerpen. Dat was een geweldige ervaring, hoe die man
de herinnering van een oorlog omzet in een compositie van orkest en een tweetal solisten. Dat sloot dan ook een beetje aan met die Matthäus-passie die we intenser gingen gaan beluisteren. Dat is een wereld die voor mij ongelooflijk open ging. Als ik dan de kans had van... En dat volgde dan, een beetje later dan, als we zelf al beroepshalve in een andere tak bezig waren, leerden wij natuurlijk ook mensen kennen die muziek professioneel uitvoerden. En dat is ook een geweldige ervaring voor mij geweest. Ik herinner me nog de eerste contacten met de tenor Zeger van de Stenen. Wij hielden van, als student al, van het zingen ook. Ik herinner mij, als ik student was, Fischer Dieskau, Kathleen Ferrier. Dat waren stemmen die op mij een geweldige indruk maakten. Dat bleef natuurlijk met contacten via de plaat, via een live concert dat we al een keer konden meemaken. Maar als ik dan bij toeval, via vrienden ook, een beroepsmuzikant kon ontmoeten, was een heel andere ervaring. Heb ik gezien hoe die mensen dat beleven, zoiets. Hè? Ik hield van lied, zachtjes aan, maar als ik dan wist via Zeger van de Stenen wat dat betekent, een lied zingen, hè? Begeleid door een piano, wat die samenspraak van die twee instrumenten kan zijn, dat was voor mij een geweldige ervaring. Ik leerde ook via hem dan natuurlijk zijn een begeleider kennen. Dan zat ik in de wereld van de piano en dat was voor mij natuurlijk een zeer, ook voor Betty, een zeer rijke ervaring. Ik leerde die familie van Leventi Kende kennen, een Hongaarse pianist. Dat was onvoorstelbaar. Hè? Die mensen dan wat beter als vriend leren kennen. Ik heb die mensen zien studeren, horen studeren. Wat dat inhoudt, dat heeft mij geweldig geïmpressioneerd. Op dat ogenblik was ik natuurlijk al vertrokken in een andere branche. En heb ik wel even getwijfeld en spijt gehad misschien dat ik de keuze al gemaakt had. Maar hoe verder eigenlijk ik ging en kon binnendringen in die wereld van de muziek, hoe meer dat ik me toch realiseerde dat het wellicht niet voor mij was. Hè. Een totaal andere fysieke inzet. Daar was ook een ander geheugen van belang in de muziek. Het visueel geheugen, denk ik, is anders dan mensen die op de klank afgaan. Maar ik heb wel geleerd dat dus veel van die dingen op mij wel een invloed hebben gegeven. Zeker en vast het structureren van iets, het opbouwen van iets. Ook de kleur, de klankkleur, je kunt ook zeggen, de kleur in een tekening. Hè. Hoe krijgt men variatie in tonaliteiten die men omzet in grijswaarde, in kleurwaarde. De klankkleur of de kleurklank. Dat zijn dingen die voor mij een verruiming betekent hebben, ongelooflijk op dat ogenblik. Ik heb ook later dan, en dat is het rijke denk ik, van kunstkringen ook. Ik moet zeggen, ook via de kunstkring Calipége, waar ik ondertussen in zat. De bedoeling en de start van die kring is belangrijk geweest. Waarom? Omdat wij zochten met een aantal mensen zowel de literatuur, de dramatische kunst, de voordrachtkunst, maar ook de muziek en de beeldhouwkunst en de schilderkunst en de zang te verenigen in een kring, wetende natuurlijk met wat we al gelezen hadden, dat een kring gedoemd is om kortstondig te kunnen blijven bestaan. Al een klein beetje een besef hebben dat die karakters niet lang kunnen samenblijven, maar toch elkaar beïnvloeden. En de kans hebben gegeven om een aantal vrienden te maken uit die verschillende werelden. En ik heb dan ook natuurlijk het geluk gehad van een Camille Doge te leren kennen. Een Waaslander, die natuurlijk in Brugge verzeild was aanvankelijk als organist, maar dan vooral in Brussel, conservatorium, directeur van het conservatorium geweest.
Dat is dan iemand die een orgel bespeelt. Dat is dan natuurlijk een enorme ervaring van dat te zien gebeuren. Hè? Als ik die man zie zitten voor dat orgel met heel dat klavier. En al die registers zie bedienen. En wat dat teweeg brengt in een ruimte als een kathedraal. Dat is bijna onbeschrijfelijk. Hè? Wat zo iemand gezeten op die stoel voor dat enorme klavier. Wat dat teweeg kan brengen. In een grote ruimte. En dan dacht ik natuurlijk onmiddellijk aan orgelconcerten. Dan komt spontaan de naam van Händel naar voren, hè, met zijn fameuze orgelconcerten. Maar heb ik ook via Camille Dore de orgelliteratuur veel beter leren kennen. En hem dat zien instuderen. Ik, thuis op een huis, orgel. Dat zijn meestal heel mooie dingen ook. Hem zie studeren. Dan gezien hoe die man ook voor en na niet aan te spreken zijn. En dat is waarschijnlijk het verschil met ons branche. Die mensen zijn gefocust op één moment waar het moet gebeuren. En dat is iets wat ik natuurlijk voor mezelf dan begon te beseffen met ouder te worden. Dat ik dat wellicht niet aan zou kunnen hebben. Die korte inspanning op dat eigenste moment. We hebben het voordeel dat wij onze inspanning kunnen spreiden. Iemand die grafisch werkt of die tekent of schildert, kan, als het niet kan, als het niet meezit, kan zich permitteren van te wachten. Het enige wat een deadline kan zijn, is natuurlijk een expositie. Maar dat verloop van de creatie gebeurt op een veel langere termijn dan mensen die muzikaal actief zijn. En dat heeft mij geweldig getroffen bij elk van die mensen. Voordat zij optreden, wat dat betekent zo. Fit moeten zijn, over al uw middelen beschikken op dat eigenste moment. Wij hebben een comfortabelere situatie. We kunnen onze spanning en de zenuwen wellicht spreiden. Wetende dat er misschien toch binnen een maand of binnen 2 maanden een expositie klaar moet zijn. Hè. Maar die kortstondige inspanning, dat is iets wat mij altijd getroffen heeft. Hè. Een zanger moet op dat ogenblik over alle middelen van zijn stem kunnen beschikken. De muzikant moet ook fysiek piekfijn zijn, in topvorm. Wij kunnen ons eigenlijk wel permitteren van een klein beetje nonchalanter te zijn. Op termijn. En dat zijn, ik zou zeggen, de invloed op mijn eigen werk. Ja, muziek heeft mij zeker beïnvloed daarin. En gaandeweg leert je natuurlijk dan jongere muzikanten kennen. Ik kan ze allemaal niet opnoemen, maar er zijn toch verschillende mensen die mij daarin, vooral dan in de pianoliteratuur heb ik veel mensen kunnen ontmoeten en daar zeer blij mee zijn. Onder andere ook dichter bij ons, een Piet Zwerts bijvoorbeeld. Waarom? Ik was zeer getroffen door zijn pianoliteratuur. Het is niet alleen de man die grote oratoria geschreven heeft de laatste tijd, met enorm veel succes, wat mij ook herinnerde aan Benjamin Britten's War Requiem. Maar zijn symfonie voor Tries was een geweldige ervaring. Maar ik moet u zeggen dat ik ook zeer onder de indruk ben van zijn pianomuziek. En piano is natuurlijk iets wat mij van jongs af aan is blijven achtervolgen, toch? Ik heb daar plezier in gevonden als amateur, een beetje. Ik heb dat niet kunnen onderhouden, jammer genoeg. Maar als ik nu zijn Seeker-reeks voor piano beluister, dan ben ik terug weer weg. Die mensen zijn ook in staat, ook van de dag van vandaag, om nog muziek te creëren die te beluisteren valt. Die ook met zeer eenvoudige middelen vertrekt. En met die fameuze touché op een klavier kunnen ontroeren. En dat zijn dingen, denk ik, die een voordeel zijn van in die branche actief te mogen zijn. Hè. En ik denk, en ik dank vooral mensen die mij daar van jongs af aan, ook in het college, maar ook thuis en in de familie, mij daarbij geholpen hebben. Hè, om die start te geven en de kans te geven om dat eigenlijk te kunnen ontwikkelen. Later dan, als wij dan
samen waren, Betty en ik, hebben gelukkig de mogelijkheden gehad om veel concerten te kunnen bijwonen, live ook. Hè. En dat is toch wel iets wat iedereen aan te raden valt, hè, om zoiets te kunnen meemaken. Als u dat kan realiseren, dat zo'n mensen dan bij u thuis komen spelen, in uw eigen milieu dan toch, dat is natuurlijk het zoemen dat u kunt voorstellen. Een instrument dat eigenlijk gemaakt is voor een kleine ruimte, en dan zit je in de kamermuziek, is natuurlijk wellicht ook dichter bij het maken van prenten, wat ook eigenlijk bij de kamermuziek van de beeldende kunsten zo kan genoemd worden. Dan zit je in een prentenkabinet, maar dat leunt dus eigenlijk zeer dicht bij elkaar aan. En ik denk dat dat het zoomen is wat men kan bereiken, dat je in je eigen ruimte, thuis, in atelier of living, noem het maar, zoals u wil, als u daar dan kunt live een concert meemaken, dat is van het rijkste wat ik mij kan voorstellen. Ik blijf er dankbaar voor. En platen noemen heeft hier geen zin, dat zou ons veel te ver brengen. Maar om misschien af te sluiten bij de piano, instrument dat mij dierbaar is gebleven. En ik heb dankzij Betty ook de kans gehad van te kunnen beschikken over een zeer goede piano. En de kans ook om dat nog een beetje te blijven doen. Onze ontspanning voor mij, goed wetende dat je die top wanneer maar kunt benijden, maar dat geeft toch wel een aanzet om het respect te bewaren voor mensen die zich daar volledig kunnen aan wijden ook. Hè. Doet dat iets met mij? Ik zou zeggen, de muziek, als ik zelf aan het werk ben, ik zet meestal de radio aan. En ik kan u wel zeggen dat inderdaad de klaviermuziek de voorrang heeft, hè, als ik bezig ben. Dat me dat rechtstreeks inspireert, dat geloof ik niet. Ik kan me niet voorstellen dat ik, zoals sommigen wel kunnen, met het beluisteren van een bepaalde melodie, dat ik onmiddellijk ook aan de slag zou gaan met potlood of penseel of pen, kan ik mij moeilijk voorstellen. Het brengt me wel, en dat weet ik wel, het brengt me wel in de goede sfeer om zelf te kunnen werken. Dat zal geen hevige muziek zijn bij het werken, het mag geen muziek zijn die te veel aandacht vraagt, ook geen gezongen muziek of geen opera, die zaken niet. Maar ik denk veel kamermuziek, rustige muziek, kwartetten en ook sonates voor twee instrumenten, dergelijke zaken zijn wel gunstig, denk ik, om mij in de juiste moed te brengen en te kunnen starten. En mij bezig te houden meer dan een uur. Maar er is wel iets van, de invloed is er wel, maar om dat nu rechtstreeks te vinden is, dat weet ik niet. Dat zullen mensen die mijn werk beter kennen misschien kunnen zijn. Ik, of achterhalen, dat weet ik eigenlijk zelf niet goed. Maar ik ben wel overtuigd dat de kleur, de warmte van klank, misschien ook wel ook met de materialen. Men kan met een potlood heel sec tekenen, met een pen, met een penseel idem. Maar men kan daar ook met gevoel aan werken. En daar vind ik misschien wel contacten in, dat de touché van een muzikant, ik spreek nu van een pianist en het klavier, en de manier waarop de pen of een potlood op papier drukt, dat dat wel met elkaar te maken heeft. Hè. Men kan heel droog sec tekenen met de pen, maar ook met potlood. Maar men kan ook door de keuze van het materiaal ook dat zachter of meer, met meer gevoel doen. En dat is wellicht een contactpunt tussen de twee. Dat neem ik, dat geloof ik wel. Ik ben met poëzie en met literatuur in het algemeen in contact gekomen via het college waar wij student waren. Wij hadden als een van de leraars Anton van Wilderode,
dat was een naam die ons al bekend overkwam. Ik had onmiddellijk de link gelegd met gedichten die hij geschreven had over zijn dierbaar Waasland. En dat was voor ons voldoende om ons aan te zetten om van die man zelf ook meer informatie in te winnen. Dan vernamen wij ook natuurlijk links en rechts lezende en documenten verzameld dat het een zeer begaafd vertaler was, ook van de klassiekers. En nadien is mij dus bijgebleven de taal van die man, de visie ook op alles wat hij zag en neerschreef. En heb ik het geluk gehad later, als ik hem als vriend leerde kennen, dat hij voor mij een zevental keren de inleiding deed voor de vernissage van de tentoonstelling. Het was een rijkdom, dat was een herlezen van al zijn teksten, omdat op een zekere leeftijd men de zaken toch anders gaat bekijken dan als student in de humaniora. Tweede punt waar langs eigenlijk de literatuur naar mij toegekomen is, is natuurlijk ook de kring waar ik in zat op dat ogenblik, de Kalipegekring. Kalipege stond dan natuurlijk een beetje opportunistisch voor de schone bron. Wij hadden het allemaal groot gezien. Maar het had toch een voordeel, die kring, omdat we daar van bij de start de verschillende disciplines samen wouden bundelen als verrijking voor elk die daarin zat op dat ogenblik. Leerde ik onmiddellijk Egbert Aarts kennen. Een schrijver waar wij nog niet van gehoord hadden, maar die wij gaandeweg toch leerde waarderen, omwille van de romans die hij al gepubliceerd had, maar ook omwille van wat die man te vertellen had. En ik herinner mij dat hij overkwam als iemand die als germanist en taaldocent, uiteraard natuurlijk, maar hoe die man sprak over de dingen die hij rondom zich zag, en dat begon mij te boeien. Het lukte op dat moment, zat ik met het probleem bij de opening van een tentoonstelling, waar dus werd geopperd of daarbij een boek of eventueel een catalogus zou worden uitgegeven. Ik dacht onmiddellijk dat ik het aan hem zou vragen om de tekst daarvan te schrijven. Die man heeft onmiddellijk aanvaard. En tot mijn grote voldoening zijn we tot een prachtige compromis gekomen. Dan viel mij ook, met hem samenwerken, viel mij op hoe die man ook onderlegd was op het gebied van muziek. Maar ook gezien zijn vorming, natuurlijk als germanist, hoe die in de literatuur thuis was. En specifiek ook in de Duitse literatuur. En dan kwamen wij al vlug terecht bij Rilke, een naam die bij, denk ik, velen van de grafische artiesten, maar ook bij de schilders, bij de beeldhouwers, al bekend was. Rilke zelf was op jonge leeftijd al, zeg maar, secretaris van Rodin, en daar heb je de link al met de plastische kunsten. En op jonge leeftijd ook, met een zwakke gezondheid weliswaar, heeft die man een lange tijd ook verbleven in Parijs. En daar had hij natuurlijk, begin van de 20e eeuw dan, had hij de kans om al die salons te gaan bezoeken, waar niet alleen dus impressionisten te zien waren, maar ook enkele namen die wij nu als verworven beschouwen, maar die toch nog niet zo bekend waren toen, een Van Gogh en dan vooral een Cézanne. En ik heb zeker de teksten van hem, de reacties in zijn brieven, want hij was ook een notoire brievenschrijver, heb ik teksten van hem gelezen, waar dus de neerslag eigenlijk van zijn bezoek aan die salons voor een buitenstaander
zeer nieuw waren. En zeer verrassend ook. Dat resulteerde bij me ook met de uitgave van een boek, waarin dus over Cézanne gesproken wordt, brieven over Cézanne. En dat heeft mij geweldig getroffen, hoe die man de moderne aanpak, de evolutie eigenlijk, de omslag in de schilderkunst bij Cézanne, hoe die man dat vertaalde in geschreven teksten. En als u spreekt van invloed van de literatuur op de plastische kunsten, dan denk ik dat we hier toch met een formidabel voorbeeld staan. Die man heeft dingen neergeschreven die tot op vandaag relevant zijn en die eigenlijk verplicht literatuur zou moeten zijn voor mensen die in de plastische kunst werkzaam zijn. De bewondering daarvoor is dus eigenlijk terug te vinden in zeer geëmotioneerde teksten. En dat maakt dus dat onmiddellijk de goesting was opgewekt om van die man meer te gaan lezen. Dus Rilke invloed zeker en vast. Sprekende met Egbert Aerts ook over de Duitse literatuur, de Duitsstalige literatuur, komt men natuurlijk ook terecht bij Goethe. En wat is de link van Goethe met de plastische kunst? Wel, eerst en vooral zou ik zeggen de formidabel interessante teksten die hij geschreven heeft over kleur. Niemand voor hem, denk ik, heeft op die manier de omgang met kleur, de ervaring met kleur, de emotionele reflectie die kleur kan hebben op de mens, heeft neergeschreven. Buiten dat is natuurlijk ook interessant van Goethe, denk ik, als ik daar nu op terugdenk, de man die ook een zeer lange reis door Italië heeft gemaakt en die in briefvorm neergeschreven reacties daarvan zijn werkelijk de moeite waard. Iemand die van geschiedenis houdt, die van de klassieke kunst houdt, zou die Italiaanse reisindruk van Goethe zeker moeten lezen. Wat me daarbij trof ook en tot op vandaag bij het lezen van Goethe, waar of niet waar, dat zal waarschijnlijk een beetje verzonnen zijn in de loop der jaren, maar men beweert dus dat zijn laatste woord, vooraleer hij de geest gaf, zou geweest zijn, licht. En dat is toch wel iets wat met plastische kunsten te maken heeft. En dan begrijp ik beter, laat dat nu een verzonnen verhaal zijn, maar er kan wel iets van zijn, maar dan begrijp ik beter zijn belangstelling. Zijn enorme belangstelling eigenlijk voor de plastische kunsten en voor de kleur in dat geval. Verder over de literatuur sprekend, dan kom je natuurlijk ook terecht bij de poëzie, bij de gedichten. Door toedoen van mijn goede vriend en medestudent en mede-collega ook in Sint-Lucas, Harold van der Perre, leer ik dan Joseph Deleu kennen. Waarom was dat interessant voor mij? Om te beginnen natuurlijk de poëzie. Die man had toen de uitgave verzorgd van het groot gezinsversenboek, waarvan verschillende uitgaven nog nadien gevolgd zijn. En daarin had men een voorgemaakte keuze, zal ik maar zeggen, van de grote thema's klaar en duidelijk neergedrukt. En dat intrigeerde mij. Het ging dus over de grote thema's natuurlijk van leven en dood, van ouderdom, van vrienden, van man en vrouw, van liefde enzovoort. Dus dat was een neerslag van gedichten waar men eigenlijk als leek zeer goed in terecht kon. Dat resultaat is natuurlijk voor iemand die met de plastische kunsten bezig is, toch wel zeer belangrijk geweest. De laatste uitgave daarvan met de nieuwe versie van een groot gezinsversenboek blijft interessant. Waarom? Omdat ook de actuele poëzie wordt op de voet gevolgd en men in contact komt met natuurlijk de nieuwe strekkingen en een groot aantal nieuwe namen ook.
Ik leerde ook op dat ogenblik Rudolf van der Perre kennen. Ook als dichter een zeer interessant iemand. Met een andere, totaal andere invalshoek tegenover de plastische kunsten. Ik heb ook in die periode van dus kennismaken met de literatuur ook natuurlijk gezellen ontdekt en leren kennen. Wellicht ook iets te vroeg in de humaniora, maar toch, wij hadden een bevlogen iemand die daarin lukte om studenten van 15, 16 jaar een trimester lang te kunnen boeien met de ontleding van het gedicht Ego Flos van Guido Gezelle. Dan heb ik me de vraag gesteld toen al, je moet maar kunnen, je moet maar begaafd zijn, je moet maar vooral gemotiveerd, maar ook geenthousiasmeerd zijn om 3 maanden lang een groep van een 15-tal studenten, van 16, 17 jaar, zoiets, en de derdes van toen, om die 3 maanden geboeid te kunnen bezighouden, gezellen. Wat boeide mij er ook in? De taal natuurlijk, die uniek is, maar ook de natuur. Het kwinkelde waterding bijvoorbeeld, ik zeg zomaar iets wat me daar binnenvalt, maar ook over bloemen, over de eenvoudige zaken, hoe die man daartoe in staat was om dat te verwoorden. Hij is ook een sociaal iemand geweest en daar link ik hem ook een beetje met Van Wilderode, die ook voor ontelbare gelegenheden, voor vrienden, voor gebeurtenissen, voor communies, voor geboortes, zich niet te hoog achten, niet te hautein achten, om daarvoor ook teksten te schrijven. Een man die ook sociaal als artiest dan toch zeer werkzaam is geweest. Dat trof mij. Dat overtreft ook de aard van de discipline die hij beoefende. Mij verder verdiepen toch op dat ogenblik, maar ook tot vandaag met de literatuur, is natuurlijk de naam Bernlef mij niet ontgaan. Een man die vooral als romanschrijver bekend is, maar ook zijn gedichten zijn interessant. Waarom? Omdat die man ook met een totaal geëmotioneerde ziel, zal ik maar zeggen, is gaan schrijven. En daar zit ook de piano in. Dus hij heeft bij het aanhoren, bij het meemaken van een live optreden, bijzonder interessante dingen neergeschreven over de piano, het spelen van het instrument, maar ook de emotie die daarin te lezen valt, is volgens mij zeer uniek en enig ook in de literatuur. Die man heeft, om een link te maken met de plastische kunst, heeft ook zeer interessant geschreven over Giacometti. En Giacometti is een artiest waarvan men, een Frans-Italiaanse beeldhouwer, waarvan men wellicht allemaal wel zijn uitgerekte figuren kent. Weinige mensen zijn vertrouwd met de tekeningen van Giacometti. En eigenaardig genoeg, maar Bernlef heeft ooit over Giacometti schrijvende gesproken van een verdwijnkunst. Daarmee willen zeggen dat Giacometti bij het tekenen, schrijvende op dat papier, bleef maar omringen en herhalen met een gevoel en de schrik bijna dat het onderwerp ging verdwijnen in het papier. Hij spreekt van een verdwijnkunst. Dat vond ik een formidabel beeld. Zeker als ik terugkwam van een tentoonstelling in de Walen, ergens, de naam ontsnapt mij wel, maar dat heeft geen belang, met tekeningen van Giacometti. Die man heeft dat zeer sterk gezien. Giacometti zoekt schrijvende naar datgene wat hij van een stil leven wil toevertrouwen aan het papier. Iemand die de moed heeft om die zaken 2 keer te lezen, eventueel een 3e keer, die moet toch gaan beginnen vermoeden waar het om gaat in de kunst. Ik ben hem er dankbaar voor ook, omdat die Bernlef schrijvende veel van die zaken ontsluiert.
zeer aanbevolen, ook volgens mij voor mensen die met de plastische kunst bezig zijn. Geïnteresseerd in de literatuur op dat ogenblik, maar ook later, zij het dan een beetje ondergeschikt aan mijn beroepsbezigheden in de grafische sector, is zeker en vast onthouden en bij te houden de naam van Slauerhof. Een Nederlands arts, schrijver, die zich wellicht in eigen land niet helemaal thuis vond en de boot opging om maanden de wereld rond te reizen, op zoek wellicht naar datgene wat hij wou bereiken en tragisch genoeg wellicht ook nooit heeft gevonden, maar die de neerslag daarvan in zeer ontroerende, zeer eigen gedichten heeft ondergebracht. Als hij schrijft, alleen in mijn gedichten kan ik wonen, heeft hij dat zeer sterk geformuleerd. En we zullen veel artiesten ook van andere disciplines zich daar kunnen in terugvinden. Het is toch wel zo dat men pas ten volle tot zijn recht komt en gelukkig kan zijn, in de meest ruime betekenis van het woord, als men in eigen werk, ik zou bijna zeggen verdwijnt, opgaat. Voor hem was dat zeker van belang. En de eenzaamheid is bij hem wel aanwezig, maar ook de drang en de hopeloze drang, zou ik bijna zeggen, om het oord te vinden waar hij eindelijk tot rust kan komen, is zo af te lezen in zijn gedichten. Maar ook, hij was een begaafd briefschrijver. En ik zou bijna mensen aanraden, ook die daarin geïnteresseerd zijn, om zijn brieven ook te lezen. Daar voelt je hoe heel dat karakter van die man, ook zijn bagage, maar ook zijn tekorten, zijn ontbreking, zijn ontbreken van een veilig oord waar ik kan tot rust komen, van elke woord bijna is af te lezen. Ik heb dat lang herlezen, teruggenomen, laten rusten, maar ik moet zeggen, ik ben dan wellicht een gelukkig man dat ik mij kan verheugen van te kunnen terugvallen op een thuis waar liefde en rust wel aanwezig zijn. Dat is niet iedere artiest gegeven, maar het is toch wel de moeite, denk ik, om dat in de literatuur even na te trekken. Gelinkt daaraan lees ik op, of ontdek ik op datzelfde ogenblik ook Hans Warren. Ook een Nederlander, een man die een brede belangstelling had, maar die ook vooral, en dat is boeiend, denk ik, en hierin is literatuur als invloed, als belangstellingssfeer voor een plastisch artiest zeker ook interessant, dat iemand al zijn ervaringen, zoals een Hans Warren, in dagboeken neerschrijft. Dat is meteen een literatuur van hoog niveau, maar ook van kennismaking met het diepste gemoed van zo iemand. En dan blijkt ook duidelijk bij het lezen van die brieven, zal ik maar zeggen, of die notas, de belangstelling van die man voor de plastische kunsten. Dat is mij blijven achtervolgen ook. Dagboeken, wat is dat eigenlijk? Is dat interessant? Voor schrijvers zeker vast, ik ken er verschillende. Ik ken er ook verschillende reeks bij de plastische kunsten. Maar dat geeft toch een beeld van iemand die een bepaalde periode van zijn leven schrijft wat hij meemaakt. En dat heeft mij getroffen bij Hans Warren. De directe invloed van de literatuur op mezelf en op mijn werk is misschien niet onmiddellijk terug te vinden. Wat mezelf betreft geloof ik wel dat de ervaring die men opdoet bij het zien van veel zaken, bij het horen van veel zaken, hoe men dat kan vertalen
En daarin heeft, denk ik, de literatuur wel een hand toegereikt. Hè. De spontaneïteit waarmee men indrukken moet noteren, ze niet laten verzuren, zal ik maar zeggen. De onmiddellijke reactie op veel dingen kan eigenlijk in de beeldende kunsten heel gemakkelijk zijn toepassing vinden. Dus ik denk dan onmiddellijk als ik op reis was of ben, ik zie bepaalde zaken die mij boeien. De literatuur heeft mij ook hierin geleerd van onmiddellijk die zaken, zij het al licht met een zeer sumiere korte schets, vast te leggen. Met de bedoeling misschien, met de bijbedoeling om er later iets mee te doen, maar ook met de bedoeling van dat te laten rusten. Dat is één. Tweede punt waarin zou de literatuur mij kunnen beïnvloed hebben, is ook de omgang van die mensen met de momenten waarin het niet gaat, waarmee het niet meezit, waarmee het je niet lukt om iets interessants aan te vatten of af te werken. En dat is dan de periode die wellicht elk artiest kent, die moeilijke tussenperiode waarin men iets wil beginnen of afwerken en als het niet gaat. Hè. En dan zie je ook dat bij schrijvers die periode gekend is. Een zekere zenuwachtigheid, een zekere onrust die men moet overwinnen, die men moet laten gaan, met de hoop dat er dus toch wel weer een ander moment in aantocht is. Het eigenaardige is dat die mensen ook u leren van op latere leeftijd, terugdenkende aan bepaalde momenten die je hebt genoteerd, dat die bewijzen dat dat ook nodig is in een evolutie. Het kan niet altijd van een lijndakje lopen. Dus men moet de tijd geven om zaken te laten rijpen en dan met het geluk, zal ik maar zeggen, van de goede momenten die zaken te kunnen verwerken. Een derde factor misschien met, denk het aan de invloed van literatuur in het algemeen op mijn werk, zal zijn dat het verwerken van een prikkel die men heeft, maar dan bij ons zeker een visuele prikkel, dat op een eigen manier en een niet te veralgemene manier kan gebeuren. Men kan dat niet leren met andere woorden. Dus ik geloof daar wel in dat er een stuk gave, talent aanwezig moet zijn om dat te kunnen verwerken. En dan zie je ook in de literatuur dat dat totaal verschillend is. Als je die mensen leest, dat zijn allemaal individuele vormen waarin dat is neergeschreven. Als je in de plastische kunst, of als ik dan het op mezelf betrek, dan geloof ik dat men dat niet aangeleerd kan krijgen. Men kan u niet zeggen hoe je dat moet doen. Dat vraagt tijd, dat vraagt ook studie, dat vraagt ook contacten met mensen. Dat vraagt in ons geval ook reizen, wat veel schrijvers ook hebben gedaan. Dat vraagt ook veel bezoek aan tentoonstellingen. Sprekende over de onrust als fenomeen terug te vinden bij verschillende artiesten in verschillende disciplines, heb ik daar ook persoonlijk wel mee te maken gehad. En nog, het moment dat het werk niet meer vlot, dat men ideeën heeft, dat men gedachten heeft, maar het ook niet gaat, dat men ook in onze branche op zoek is naar de exacte vorm waarin men het gaat gieten, is een moment van onrust die knaagt. En dat is een periode, zou bijna kunnen zeggen, een grijze zone waarin men tegen wil en dank in verzeilt en die in het beste geval vlug overgaat, maar in veel gevallen ook lang kan duren. Dat is een zeer moeilijke periode. En ik herinner me zo'n periode bijvoorbeeld na een expositie. Men heeft naar een bepaalde expositie toegewerkt. Dat moment komt,
met al de drukte die daarbij hoort. En dan valt men eigenlijk in die fameuze gevreesde grijze zone. Men wordt met de neus daarop gedrukt. Men wil rusten en men wil niet rusten. Men kan ook niet meer rusten en dat kan lang duren. En dat is een moeilijke periode die men moet doormaken. En dat lees ik, dat las ik dus ook, of lees ik dus ook bij schrijvers. Dat is ook het geval bij collega's die ik ken, bij vrienden die in de sector van mij zitten. Wat doet men dan? Men kan lezen, men kan wandelen, men kan reizen. Dat zijn allemaal zaken die kunnen helpen. Men kan ook rusten. Dat is ook niet iedereen gegeven. Persoonlijk weet ik dat bij mij dat niet lang kan duren. Dan word ik nog nerveuzer eigenlijk. En dan probeer ik een beetje piano te spelen. En dan is dat een probleem. En ik kan gerust zeggen dat men snakt naar het moment dat het terug gaat. Ik hoorde een collega nog zeggen. Hij was toen student in Gentse Academie. Bij een bekend etser ook. En die man zei hem, als de muze er niet is, moet je ze doen komen. Je moet ze verplichten van te komen. Die uitspraak, dat is een one-liner die mij een beetje bijgebleven is toen, mij intrigeerde. Nu ben ik er al wat nuchteren. Maar die man had het wel goed voor. Ik denk dat ik begrijp wat hij bedoelde. Dus men mag niet stilvallen volledig. Men mag niet mentaal stilvallen. En dat is het probleem, denk ik, en het gevaar waar velen mee te maken hebben. Ik ken ook artiesten die gestopt zijn. Die een dusdanige chaos terug zijn gekomen, dat ze het gewoon hebben opgegeven. En dat is die onrust die knaagt. Men moet voorzichtig daarmee omspringen en blijven geloven dat er terug wel een andere periode komt. Dat wordt gevoed liefst met zaken die niet met dat vak op dat moment te maken hebben. Men moet zich kunnen ontspannen ook. Muziek is daar ook een factor in die van belang is, maar ook lectuur. En ook de omgeving, in mijn geval uw echtgenoten, maar ook de vrienden die op dat ogenblik u omringen, kunnen daarin helpen. Slotconclusie, zonder periode van onrust is dat vak onmogelijk. Ik kan grote namen noemen, je denkt onmiddellijk aan Van Gogh natuurlijk, maar er zijn ontelbare andere voorbeelden die dat kunnen illustreren. Maar feit is dat men na een periode van succes moet weten dat er andere tijden komen, willen of niet. Dat knaagt aan uw geestelijke frisheid, maar ook aan uw gezondheid. En dat zijn factoren die men u niet zegt als beginnend student.